Popmuzikant. Nou, popmuzikant is een andere afdeling in de muziekwereld. En het heeft wel klassieke muziek als basis. Dus ook wat betreft de zangtechniek. Maar er is een evolutie geweest vanaf de Gouden Eeuw. Natuurlijk is bij mij muziek met de paplepel ingegoten. Ik moest, net als verplicht, als wat betreft de wet leerplicht, werd ik van huis uit door mijn moeder. Voornamelijk onder het motto, onder het mom, het hoort bij de opvoeding, muziek, school, muziekles. Dus dat begon al toen ik 3 jaar was. Met AMV, dat staat voor Algemene Muzikale Vorming. Dat is meer op ritme gericht. En 2 jaar later, op jonge leeftijd, sopraan in een kerkkoor. Op 6-jarige leeftijd naar de muziekschool, klassiek, pianoles. En daarna mocht ik kiezen naar een muziekschool, waar ik wel 1-op-1 les kreeg, of privéles. En privé, op de muziekschool kreeg ik les van een geschoolde docent die in loondienst was, betaald uit subsidies, en puur docent, geen concertpianist. En, maar ik mocht ook privéles nemen. En dat kon dan door iemand die op no-cure, no-pay basis elk jaar zijn eigen geld bij elkaar moest verdienen met lesgeven of met optreden. En die combinatie heb ik toen mogen kiezen. En toen begon ik met privéles. Piano, licht klassiek en een beetje schromende popmuziek. Vanaf 14 jaar privéles orgel, vond ik heel mooi. En toen ik 17 was, jazz orgel. Ik deed alleen maar pop en jazz, sorry. Ik had toen ook een Hammond orgel. Met dit verschil dat ik eigenlijk, dat vind ik wel interessant om te vertellen, toen mijn eigen salaris verdiende. En ik betaalde toen zelf mijn privéles orgel bij een andere docent. Dat was iemand die voor de koningin optrad. Wel werelds, wereldprofessioneel. En ik was zijn beste leerling. En ik betaalde dat uit eigen zak. En dat betekent dat ik zeer gemotiveerd daar les nam. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ja, na een tijdje, toen kon hij me niks meer leren. Ik zag dat hij gewoon fouten maakte en ik was er klaar mee. Arrangementen en componeren, dat deed ik ook vanaf mijn 17e, maar die bleef in de kast. Nou, toen heb ik nog op mijn 22e ben ik privé zangles gaan nemen van een zangpedagoog in de popmuziek. Die afgestudeerd was aan de muziekacademie. Een hele bekende in Nederland. Maar ook in België en in Duitsland. Vergeet ik een land? Nee. En toen ik 30 was. Toen heb ik ook privéles genomen van iemand die van het conservatorium net geslaagd was als DM. En in het examenjaar zat voor UM. Nou, DM is doserend muzikus en UM is uitvoerend muzikus. Nou, ik ben begonnen in 1980 tot 1989 in samenwerking met 2 andere collega's met kofferwerk, betaald, dus 100% professioneel muzikant. Dat verdiende goed. Ik had elk jaar goed salaris. Ik had geen salaris, maar
ik als zelfstandig. Vanaf 1998. Toen ben ik op de solotour gegaan als solist. Dat was ik daarvoor ook solist. Maar altijd met twee collega's. En zelden een optreden waar ik alleen een gang kon gaan. En vanaf 1998 vond ik dat wel tijd worden. Want dat deed ik daarvoor ook. En dat heb ik tot 1998 gedaan, 8 jaar. En, maar vanaf 1996 tot 2003 heb ik er ook naast profmuzikant ook erg veel van mijn geld en mijn tijd gestoken in het scouten, oftewel het ontdekken, het zoeken van een zangeres met werelds zangtalent. En die waren er niet. Niet voor de mensen die mij daarvoor wilden betalen. Heel veel geld. En dus ze hadden me wat laten. Ze lieten me optreden wel eens met een zangeres. En in de meeste gevallen was die ook nog wel lokaal beroemd. Ik bedoel, dus in Nederland. En ook wel eens met iemand die wat in meer landen. Wat meer internationaal, maar dan denk ik aan een land of 5, 6. Zangtalent. En nee, ik heb tegen die opdrachtgevers gezegd, nee, ik erger me eraan dood. En voornamelijk om de persoonlijkheden. Je moet er wel mee om kunnen gaan. Iemand kan wel mooi kunnen zingen. En ontzettend bekend zijn of beroemd. Maar als er niet mee te werken valt, dan word ik er helemaal gestoord van. Dus ik heb tegen mijn opdrachtgevers gezegd, dit wordt niks, joh. Want, ik kan me niet meer concentreren. Omdat er iemand naast me staat die een uitstraling heeft, dan word ik helemaal... ja, ik kan wel spelen, maar ik heb er geen lol meer in. Dus... En ik heb ook niet het idee dat de betreffende vocalist het leuk vindt om dat te doen voor zoveel geld. Of om naast me te staan, wat het was, wist ik niet. En of het zo was, wist ik ook niet. Ik wist alleen maar één ding, dat ik liever met mijn moeder ging optreden. Maar goed. Dus ik heb gezegd, ik laat het niet voorbij gaan. Ik kom er nog een keer op terug als het me lukt. En dus ik ben vanaf 1996 ben ik tot de dag van vandaag eigenlijk tijd gaan investeren. En tijd is geld. Want je kan gewoon geld verdienen. En als je dus tijd investeert in iets dat geen geld direct oplevert, dus niet voor opdrachtgevers, maar voor jezelf, voor die opdrachtgevers, ja, dan verdien je of niks. Op dat moment. Maar goed, ik deed dat naast betaalde optredens. En ik was dus op een gegeven moment al die ervaren zangtalenten was ik meer dan. Ik had zoiets van, ik vind het wel prima zo. Laat maar lekker gaan. Dus ik ging op zoek naar een zangstem alt. Ook nog alt. En geen mezzosopraan. Dat werkt niet. Met popmuziek. En een sopraan, ja. Zal wel. Ik kan er niks mee. En mijn klant ook niet. Gelukkig. Dus die zijn helemaal niet. Daar zit geen geld in. Die kan ik niet verkopen. Althans, wil ik niet. En mijn klanten vragen er niet om. En ik ben op zoek gegaan naar ongeschoold. Talent, dus die niet zoals ik muziekles hebben gehad. En ik denk, ja, ik leid ze zelf al op. Toch? Nou, niet wat betreft of ze kunnen zingen. Want als je dat niet kan, dan moet je luisteren. Je gaat niet op zwemles als je kan zwemmen, of wel? Dus
Ik heb wel zanglessen gegeven, maar daar wilde ik het echt niet over hebben. Dan word ik de plek overspannen. Ik heb dat 15.000 uur gedaan. Ik heb er 1 miljoen euro mee verdiend. En ze zijn allemaal op, die centen. Dus dat moet ik mee. Arrangeren van koffers. Andere teksten erop schrijven voor bedrijven. Daar leefde ik van, onder andere. Workshops geven. Zingen. 2 soorten. Eentje met een wat amusement karakter. Dus voor teambuilding in de gezellige sfeer. En de andere was voor... dat was ook voor privépersonen. Dus een clubje dames. Wel eens heren, maar meestal dames. Sorry. En, maar ook voor bedrijven. En u mag het best wel weten. Die betaalden meer dan 1.000 euro. Voor 2,5 uur. En soms moest ik wel helaas onkosten maken door assistenten in te huren die bij mij op school zaten. Op mijn school. Maar dat doet niet de zaken. Want een gemiddelde muzikant die verdient nog niet eens met zingen 600, 700 euro minimaal. Dus. Maar goed. Nu richt ik mij meer op openbare optredens, eigen geschreven en gecomponeerde muziekstukken. En ik ga er 1.000 maken, produceren. Sorry. Maar wat ik wil zeggen, dat is het volgende. Er zijn 2 manieren om als profmuzikant nu je boterham te verdienen. Dat vertel ik dus na zoveel jaar profmuzikant te zijn geweest. Nog steeds. Ik ben ook wel eens ziek geweest, maar dat kan iedereen overkomen. 1. Naast een beroemdheid gaan optreden in duet. Dat is de ene methode. Meeliften. Er is nog een 2e manier om als profmuzikant nu je boterham te verdienen. Je eigen liedjes schrijven, componeren, produceren, uitvoeren voor eigen publiek. En publiceren wereldwijd. Dat is een hele mond vol. Maar nou komt het. Je productie zelf financieren. En daar zit het punt. Dat kunnen de meesten niet. Maak al het geld op. Of we hebben het gewoon niet. Ja, en dan verkopen als je het product af hebt aan welgestelde muziekliefhebbers. En dat zijn dus in principe mijn klanten. En er komen wel nieuwe klanten bij. En dan heb ik het niet over een zorgcentrum die bij mij een verzoekje doet. En zegt voor 250 euro mag je komen zingen met je zangeres. Nou, dat mag, maar dat doe ik niet. Dat vinden die oudjes helemaal niet leuk, die muziek die ik maak. Wel. Maar goed, ik zing ook wel voor oudere mensen. Voor mijn moeder, die is ook oud. En die zingt ook terug. In ieder geval, concert kost loon. Je hebt minimaal 150 mensen nodig. Per productiedag. En met 1 dag kom je er niet. Je hebt een podium nodig als je de uitvoering doet, maar je moet ook 3 keer repeteren, plus waarvan 1 generale repetitie is. Dus je moet eigenlijk 5 keer een concert geven, waarvan 1 keer met publiek, betalend publiek. En dat podium bedoel ik, met alle toeboren, nou, dat kost gewoon geld. En het verkopen van tickets kost geld. Je kan natuurlijk alles laten betalen door iemand met een zak poen, maar daar heb je ook helemaal niks meer te vertellen. Nou, dan kan je dus niks meer maken, hè? Dan verdien je ook niks, dus dat werkt niet. Nou, dat zijn de 2 mogelijkheden. En wat ik kan zeggen is, wat de kosten zijn, dat maakt niet uit. Maar je moet wel heel veel geld investeren. En je moet echt bij de beste talenten horen die de wereld rijk is. Je moet een hele hoge IQ hebben. Minimaal hoogbegaafd, autodidact, wonderkind moet je zijn. Dus dat je in je jeugd iets hoorde en kon spelen. En je moet bovenal, boven alles, moet je doorzettingsvermogen hebben.
Dus niet toegeven aan de zwakte van de mens. Dus geen één verslaving. Daar gaan de meesten aan kapot. Die vallen allemaal af. Nou, en veel geluk met je gezondheidstoestand. Je kan er ook pech mee hebben. Maar ja, er zijn mensen die in een rolstoel nog steeds optreden. Die zijn wel niet wereldberoemd, zover ik weet. Ik ken ze niet. Ik ken er wel één die beroemd is, maar niet wereldberoemd. En die is misschien hoogbegaafd en autodidact. Ik denk niet. Maar in ieder geval wat je gezondheid, ja, als je een ziekte hebt waar de doktoren verstand van hebben, dan is het simpelweg gewoon het advies opvolgen van de arts, van de chirurg, whatever. That's it. Maar dan nog kan je een andere ziekte krijgen. Hè? Dus je moet veel geluk hebben met je gezondheidstoestand. Nou, je hebt geluk nodig. Dus als je een pechvogel bent, val je ook af. Zakelijk talent moet het meest ontwikkeld zijn. Dus het maakt niet uit dat je muzikaal talent hebt. Maar je moet gewoon horen bij het zakelijke talent in de wereld. Dat is het allerbelangrijkste. En die combinatie hebben in 2018 niet veel mensen in de wereld. Er wonen ruim 7 miljard mensen, althans in 2011... er kwamen er 200.000 bij, dus dan zitten we nu op 8,5 miljard mensen in de wereld. En even de feiten, even kijken, 8,5 miljard, 1, 2, 3, wat is dat? Nog niet 50%, dus de helft van die 8,5 miljard, de helft van de wereldbevolking, dat zijn de belangrijkste. En daar leven de meeste van in Europa. Nou, ik ben dus in Nederland geboren, in Amsterdam. Ik woon dus in Europa. Dus ik hoor bij de belangrijkste groep, belangrijke mensen in de wereld. En het land waar ik in ben geboren, in Nederland, hoort bij de top 20. Ik weet niet precies welke plaats, want ze staan, maar dat maakt niet uit. Top 20 van de meest succesvolle, belangrijke landen die je niet kan omzeilen in de wereld. Dus er is geen land in de wereld die Nederland en andere 19 landen kan omzeilen. Anders dan gaan ze kapot. En van die helft wonen de meesten dus in Europa. Op de tweede plaats in de Verenigde Staten. En de derde plaats wonen ze in, waar was het nou toch ook alweer? Even kijken, ik weet het even niet meer. Doet niet de zaken. Azië. Ja, Indonesië en... maar dat, wat ik wil zeggen is, op dit moment zijn er misschien 10 mensen in staat geweest. Niet in 2018 begonnen, maar in 2018 zijn er dus 10 mensen in de hele wereld in staat geweest om vanuit de positie waar ik in zit, als profsolist, dat te realiseren. Daarvan woont er 1 in Nederland. En die is begonnen met klassieke muziek, koffers, zal maar even zeggen, dus bestaande nummers. Maar daar heeft hij prijzen mee gewonnen. Hij zit 30 jaar in het vak, is in Leiden geboren, sorry. Van Indische afkomst, ook nog zo leuk. En ja, dat is ook weer zoiets. Maar in ieder geval, wat wou ik zeggen, die heeft... Wat wou ik nou zeggen? Even kijken. In Leiden geboren. Die heeft allerlei prijzen gewonnen. Die heeft voor het Hof gespeeld. Of voor het Koningshuis. Die heeft in de Carnegie Hall in Amerika 2 keer opgetreden. Die geeft concerten. En nu ook voor Omroep Max. En dan kan je lekker bij een salon optreden, concert, sorry. En dan mag je, je bent van harte welkom, hè, zal maar even zo zeggen. En dan kan je lekker een kopje thee bij hem drinken. En het kost je maar €50. Dat is nog met korting ook. Nou, gefeliciteerd. En als je liedjes wil kopen, is €7,50 via internet. Nou, gezellig. En
dan is het nog maar de vraag of die per saldo rijk is. Daar weet ik alles van. Maar wat u weet, dat, daar houden we het op dat het is. dus ja, kijk, wat mij betreft, ik was jong en ik wilde gewoon in de muziek. En ik ben een laatbloeier en ik zit nog steeds in de muziek. En in principe gewoon achter de schermen. Wat ik bedoel is gewoon voor bedrijven. En ik ben net zo anoniem als een ander die gewoon geld verdient. Als zelfstandige. Dus. Maar dat is sinds een jaar of whatever. Is dat niet meer zo sinds een aantal jaar. Ik denk sinds 2011, dus de laatste zeven, zeg maar de laatste vijf, zes, zeven jaar, publiceer ik dingen naar de wereld. En daar bedoel ik mee, dus wat ik gewoon doe, net wat ik heb uitgelegd. En het is wel zo dat ik ervan moet leven. Ik heb mijn vader was geen multimiljonair en liet ook geen miljoenen achter. Toen die overleden was. Dus mijn moeder die leeft nog wel. Maar die is intussen tijd ook geen multimiljonair geworden. Maar goed. Ik moet het allemaal zelf betalen. Dus ik kan wel heel lekker stoer ergens gaan spelen. Voor 8,5 miljard mensen. Maar als ze dan lekker niet dokken. Ja, dan ben ik pleiten. Want de realiteit is gewoon zo. Dat je of in de baaiers belandt. Als je honger hebt. In deze wereld. Tenzij je gewoon talent hebt met muziek. En dat heb ik. Ja, of je doet het op een andere manier. Billen wassen, weet ik het. Anyway, als je maar werkt. Moet je ook geen vrijwilligerswerk doen. Want dat verdient ook niks. Toch? Er zijn banen zat. Maar goed, dat even tezijde. Ik ben geen banenman. Ik heb wel voor een baas gewerkt. Maar dat werkte niet. En die baas al helemaal niet. En ik ga niet voor een ander werken. Dus in ieder geval, ik werk voor mezelf. En dat wilde ik even zeggen, dat vond ik heel moeilijk om even op te schrijven. Niet dat iemand dat van me gevraagd heeft, van schrijf het even op. Maar ik denk, dat doe ik even. Nou, ik ben nu 22 minuten aan het praten. En dan heb ik nog kort van stof. Op dit moment coach ik twee mensen. En dat zijn twee solisten. Maar er zit wel 150 man achter, waarvan een derde op het podium bezig moet zijn. Dat zijn dus instrumentalisten plus een paar vocalisten. Ja, dus dan praten we zeg maar gewoon even over een mannetje of 60 op het podium. Nou, als iemand zegt, nou ik heb binnenkort een feestje, kun je even komen spelen met je bandje? Nou, dan... zeg ik er één ding bij. Ik doe al jaren zaken in de muziek en het is heel simpel. Als u een reis boekt, zo moet u denken dat u bij mij boekt. U gaat niet eerst op reis, het hotel in, all inclusief. Dan gaat u naar huis, pakt u uw koffer uit en denkt u, nou het beviel me helemaal niet. Ik ga het niet betalen. Nou, dat is de realiteit niet. En dan praten we over een reisje die 250 euro kost. Lachen toch? Daar doe ik het niet voor. Hoor. Dus om gewoon heel simpel te zijn. Als ik al niet voor 250 euro kom. Voor zo'n snoepreisje naar Spanje. Dan denk ik ook niet dat we met 60 man dat gaan doen. Nou, dat denk ik niet. Maar dat zeg ik maar zo. Hè, dus het veelvoudige van 250. Dat is waar ik voor kom. Maar die 50 mensen, nou die 50, die 59 mensen, ja, die zijn bij elkaar iets duurder dan ik. Dat is simpelweg gewoon een feit. En dus als mensen een voorstel doen van, goh, zou je een keer willen optreden? Dan, ja, ik kan er niks mee. Zo werkt het niet. Maar wat ik ook al jaren doe, dat is dus speciale avonden organiseren, meestal op maandagavond. Want dan hebben de mensen die het goed geregeld hebben, hebben dan tijd in hun leven. Ja, die niet alleen maar leven om te werken,
Maar in ieder geval op een maandagavond, en dan neem ik een locatie. Die kost dus ook niks, want, omdat ze toch niks omzetten. En dan betalen de mensen gewoon een entreekaartje. En dan verdien ik meer dan als ik op een verjaardagsfeestje in mijn huppie zit te spelen. Wat ik best wel leuk vind. Maar ik kan niet leven van dingen die ik leuk vind. Alleen maar leuk vind, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik leef van dingen die ik leuk vind. Maar er staat wel tegenover de realiteit dat ik ervoor moet leven. Dat moet ik. Dus. Nou, dat wilde ik even zeggen over mijn achtergrond, mijn beleving als popmuzikant. Hè? De klassieke muziek is daar natuurlijk wel, heeft er wel wat mee te maken. Ik ben ook klassiek geschoold. Hè? Maar ik was dus een wonderkind, om het heel even zo te vertellen, wat misschien niet zo vriendelijk overkomt, maar hoe het ook overkomt, het is een feit. Hey, ik had er geen les voor nodig om te spelen en om iets te horen en gelijk te spelen. En het is nu nog zo. En mensen kunnen zeggen, nou, die man die kan spelen, die man die kan niet spelen. Ja, daar leef ik niet van wat mensen zeggen. Dus, dat kan ik maar aan gaan trekken. Maar dan denk ik dat ik in het gekhuis beland. Dat doe ik dus niet. Maar in ieder geval, ik ben nu 26 minuten aan het praten. En als ik u vertel wat mijn tarief is, dan hoop ik dat u begrijpt dat ik denk, dit is een cadeautje van mij. Een cadeautje, niet aan de mensen die muzikant zijn of willen worden. Of beroemd willen worden. Die denken, nou joh, ik kan zo goed zingen. Of ik ben zo goed met piano spelen, gitaar spelen, whatever. Ik heb zulke mooie liedjes geschreven. Nee, dat geloof ik niet. Dat er in Nederland de een stuk of 10 wonen die dat beheersen. Dat geloof ik niet. Want ik ben ze niet tegengekomen. En serieus, mijn team die zoekt de hele wereld af naar dat soort talenten. Ik heb er één ontdekt. Die komt uit Nederland. En ik kan er niks aan doen, maar toevallig is het een beetje een halfbloedje, zoals dat heet. En, maar goed, dat doet niet de zaken. Want die weet helemaal niks van haar roet, als ik het heel eerlijk moet zeggen. En nou, die doet het voortreffelijk. En dat is de beste leerling die ik ooit heb mogen hebben. Dus ja, wat ik ervan verwachtte, doet niet de zaken. Ik heb deze jonge dame getest. En nou, ze is gezond. Dat is de belangrijkste test die ik heb gedaan. En ja, die heeft zangtalent. Die kan loepzuiver zingen. En op de bühne helemaal niet verlegen. Geen last van zenuwen. Vind ik wel een beetje eng. Want een chirurg die zegt, nou ja, ik ben nog nooit zenuwachtig geweest. Die heeft waarschijnlijk ook een paar keer iemand niet van zijn leven kunnen redden. Maar dat kan ik niet vergissen, maar dat doe ik nooit. Ik vergis me nooit. En ik ben een man van de feiten en mijn vader heeft gezegd tegen mij, die leeft niet meer, maar mijn vader zei tegen mij, Eugène, controleren, controleren, controleren. Alles wat ik nu zeg, heb ik gecontroleerd of dat gebaseerd is op mijn mening, mijn geloof of puur op feiten. En dus, ik ben klaar met hetgene wat ik niet op papier zo even snel kon krijgen. Ik heb het opgenomen op video, maar ik zie dat de camera uit is, dus een heel deel van mijn gesprek is niet opgenomen. En even kijken. Ja, de geluidsrecorder die zit op 29 minuten en 28 seconden. 29,5 minuut. Nou, weet u wat? Ik zorg dat ik de opname precies stop op 30 minuten. Ik ga het niet plakken en knippen. Dus of ik publiceer dit of ik verwijder het. Jammer dan. Ik ga eerst even luisteren hoe de opname klinkt en ik ga ook kijken naar het filmpje.
Dat was het, dankjewel. 30 minuten. Dag, dag. Bye everybody. Subscribe if you like. Come back for more music videos.